Welkom bij Value Jagers Podcast. De podcast over beleggen en goedkope aandelen. Dag beste kijkers en luisteraars en welkom bij een nieuwe podcast van Value Jagers. De eerste van dit nieuwe jaar, dus bij deze brengen wij van Value Jagers wel vast onze beste wensen over. Zo'n 2 maanden geleden gingen Ronald en ik een podcast over beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. En we zeiden dat we dit soort beleggingen mooie voordelen en rendementen kan opleveren. We vertellen toen ook dat we zo'n opportuniteiten in de toekomst zeker en vast verder zouden blijven aanbieden. Mits wij deze uiteraard de moeite waard vinden. En onze woorden zijn ook niet koud of er biedt zich nu zo'n opportuniteit aan. En wat voor eentje. Ditmaal gaat het namelijk over een unieke en zeldzame kans om in een zeer vroeg stadium aandeelhouder te worden van een farmaceutisch bedrijf met enorme groeimogelijkheden. Namelijk Orexa. Ben je ook benieuwd naar hun verhaal en welk potentieel het medicijn biedt die zij hebben ontdekt? Dit en nog veel meer vragen we aan CEO Zaken Steven Hagen en professor Dr. Aart Peters. Hallo heren en welkom. Ja, goedemorgen. Bedankt. Ja, en ook welkom Ronald. Zoals de laatste keer hebben we onze podcast ook gehad over niet-beursgenoteerde bedrijven. Dus daarmee heb ik Ronald ook meegenomen voor de vragenstelling. Dus ik zou zeggen, Ronald, fire at will. Ja, goedendag allemaal. Het was inderdaad sneller als verwacht. Dat is een interessante opportuniteit kwam voor ons. Als ik het voorstel kreeg van Orexa, was ik direct al onder de indruk van hoe het is ontstaan. Hoe het zich evolueert en hoe dat het zelfs zeer interessant is om al zo vroeg aandeelhouder te kunnen worden van zo'n jong bedrijf, dat die kans krijg je niet elke dag. Dus ik ga even dieper ingaan op Orexa met de 2 topmensen van het bedrijf. Ik zou beginnen met Aart. Aart, kan je even uitleggen hoe Orexa is ontstaan en wat jullie eigenlijk precies ontdekt hebben? Oké, ja, ik ga het proberen. Ik heb jarenlang voor een farmaceutisch bedrijf in Nederland gewerkt, Organon. En daar hadden we een aantal medicijnen op de markt. Eentje was een antidepressivum en eentje was een antipsychoticum. En die hadden als bijwerking dat de patiënten daar dik van werden. Die namen toe in lichaamsgewicht. En dat was eigenlijk een probleem. Want als jij depressief bent en je depressie wordt minder, maar je bent vervolgens wel 20 kilo aangekomen, daar word je natuurlijk niet blij van. Nou, dat was een probleem voor die 2 stoffen. Maar wij mochten daar eigenlijk binnen Organon niet heel veel aandacht aan geven. Want dat was een bijwerking en dat was negatief voor het product. Dus we mochten daar eigenlijk niet heel veel onderzoek naar doen. Toen was ook zo dat de meeste mensen in de wereld die dachten dat soort effecten effecten in de hersenen waren. En wij hebben altijd gedacht dat effecten waren die rechtstreeks in de maag en in het spijsverteringskanaal veroorzaakt werden. En dan moet je eigenlijk een beetje bedenken dat de natuur in ons lijf, die is heel zuinig. Dus we hebben een aantal mechanismen die processen aansturen, die eigenlijk meerdere keren gebruikt worden. De boodschappers die in de hersenen gebruikt worden om ons te laten nadenken, die zitten ook in onze maag-darmkanaal. Om daar de vertering te regelen. Dus als de stof werkt in de hersenen, dan heeft hij ook soms effecten in het maag-darmkanaal. Nou, dat was ons idee. Maar ja, zoals gezegd, wij mochten daar binnen Organon eigenlijk niet aan werken. Op het moment dat Organon in Nederland de deuren sloot, omdat wij werden overgenomen door een grote Amerikaanse farmaceut, toen ben ik samen met een collega, dat was een patentjurist, zijn wij Orexa begonnen. En toen hadden wij het idee van, kijk, wij willen dus in dat maag-darmkanaal stoffen gaan ontwikkelen die rechtstreeks in dat maag-darmkanaal een effect hebben. En dat zijn dan stoffen die het eetgedrag beïnvloeden zonder bijwerking. Dat was ons idee. En wij wilden natuurlijk kijken naar stoffen die zorgen dat je minder gaat eten. Die een behandeling zijn voor obesitas en zwaarlijvigheid. Dat is het probleem wat we allemaal hebben. We worden op een gegeven moment allemaal een beetje te dik. En als je daar een medicijn tegen maakt, nou, dan ben je de grote winnaar. En wij hebben daar een model voor. En dat model is een model in ratten. Dat zijn de dieren waar wij veel onderzoek mee doen. En die ratten die geven we iets heel lekkers te eten. Dus die ratten krijgen gewoon te eten, maar die geven we iets lekkers, een snack. Net als dat wij een zak chips of een stuk chocola, krijgen die ratten meelworm. En dat vinden ze ontzettend lekker en daar eten ze heel veel van. En dat kun je heel mooi als model gebruiken om de remming van het eetgedrag te bestuderen. Nou, wij waren die experimenten aan het doen.
Maar op een gegeven moment dachten we van, we willen eens een keer bestuderen als we nou de maag eigenlijk even plat leggen. Wat gebeurt er dan? En wij hebben toen bedacht dat we een lokaal anestheticum, een stof die je normaal door de tandarts gebruikt wordt om je wondweefsel te verdoven, dat spoten we in de maag. En we hadden van alles verwacht, maar tot onze verrassing zagen we dat die ratten meer gingen eten. Nou, dat is eigenlijk bijna niet mogelijk in zo'n model, want die schokken al die meelwormen op, want die vinden ze heel lekker, en ze gingen nog meer eten. Dus dat was eigenlijk de uitvinding die wij deden. Nou, we waren natuurlijk in eerste instantie teleurgesteld. Want ja, als wij dit medicijn aan dikke mensen gaven, worden ze alleen maar dikker. Dus dat was niks. Maar op een gegeven moment, toen we met een aantal andere experts gingen praten, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er heel veel mensen zijn, heel veel groepen mensen, die juist iets meer moeten eten. En dat was eigenlijk de origine en de uitvinding in Orexa. Je moet dan denken aan kankerpatiënten die, als ze wat sterker zijn, hun therapie beter kunnen verdragen. Je moet denken aan ouderen die te weinig eten. Maar je kunt ook denken aan allerlei mensen in een ziekenhuis die na een operatie moeten herstellen. Als die weer snel goed gaan eten, nou, dan helpt dat. Dus dat is eigenlijk een beetje de origine en hoe Orexa begonnen is. Ja, dus als ik het goed begrijp, is het eigenlijk geen nieuw medicijn dat jullie ontwikkeld is. Nee. Het is een medicijn wat al tientallen jaren op de markt is. Het is lidocaïne. En lidocaïne, als je naar de tandarts gaat en er moet een kies getrokken worden, dan verdooft de tandarts jouw weefsel met lidocaïne. Dan krijg je een spuitje en dan krijg je een lokale verdoving. Maar het is dus een injectie en het wordt ook wel een beetje in crèmes gebruikt, hè, of keelpastilles. Mm. Maar eigenlijk nooit een toepassing in de maag. Dus het is een stof die we kennen al heel lang. We weten ook dat hij heel erg veilig is. Hij zit in druppeltjes die aan kinderen worden toegediend. Alleen dan werkt hij dus in de mond. En je zult het weten vanuit de tandarts. Als jij naar huis gaat en je hebt een bij de tandarts geweest, dan heb je vaak een verdoofde mond. En als je dan iets probeert te drinken, dan loopt het er allemaal uit en je kunt niet eten. Dus daar heb je niks aan. Dus de uitvinding die wij gedaan hebben, is lidocaïne lokaal in de maag. Dus in een tabletje in de maag. Maar verder is het natuurlijk een hele gunstige ontwikkeling, want we weten al heel veel over lidocaïne. Het enige wat wij doen is, we geven het in de maag. Ja, oké, dat is wel super interessant. En enig idee waarom dat er nooit iemand eerder aan gedacht heeft? Het is natuurlijk gewoon een gek idee. Ja, dat moet je gewoon, ik bedoel, iedereen die met lidocaïne aanraakt, stel jij pakt een lidocaïne en je druppelt het op je tong, ja, dan heb je een verdoofde tong en dan kun je dus niet eten. Dus niemand heeft dat gekke idee gehad van, ja, maar als ik nou eens het in de maag breng. Ja, nee, het is gewoon een heel raar idee. Niemand heeft het bedacht. Ja wij. Oké, ja, dat is wel slim natuurlijk. Sake eventjes. Oh ja, wil je nog iets zeggen? Zeg maar. Nee, sorry, okay. Dat was het. Oké, okay, Sake, even aan jou, want jullie doen nu wat het om draait. Bij ons hier is het natuurlijk dat jullie een kapitaalronde doen. Jullie willen 800.000 euro ophalen. Waarvoor gaan jullie dat geld eigenlijk gebruiken? Ja, nou, dat geld dat gaan we gebruiken voor de voorbereiding van een klinische fase 2 onderzoek. Dus we willen gaan kijken of de ontdekking die we hebben, die tot nu toe in een aantal dierstudies blijkt te werken en in een fase 1 studie veilig is gebleken, waarbij er ook meer wordt gegeten. Daarvan willen we gaan testen of dat ook in patiënten werkt. Nou, dat is een klinisch fase 2a onderzoek. En om die te kunnen beginnen, moeten we een aantal voorbereidingen treffen. Het eerste is dat we een klinische batch moeten maken. Dus de tabletten, die hebben we nu geformuleerd op een manier dat die ook goed zouden moeten werken. Dat moet volgens de juiste richtlijnen allemaal worden geproduceerd. Dat als we die studie willen gaan doen, dat we dan ook kunnen gaan starten. Dat is één belangrijk stuk. En daarbij is het ook belangrijk dat het gaat een dubbel blind onderzoek worden. Dus dat betekent dat de ene helft, dat is niet helemaal waar. Een deel die krijgt de medicijnen met verschillende doseringen. Dus dat is niet helemaal een helft, maar het worden verschillende groepen. En een deel die krijgt een placebo. En die pil die moet er ook hetzelfde uitzien, dat de patiënt niet kan zien of het een is of het ander. En de behandelend arts kan dat dan ook niet zien. Dus dat moet worden voorbereid. En dat kost tijd en dat kost geld. Dus dat is het ene. Het tweede aspect is dat de studie zelf, die gaat gedaan worden door een clinical research organisator, een zogenaamde CRO.
Dat zijn bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn om dit soort studies helemaal te begeleiden. En daar moet voorwerk worden voor worden gedaan. De voorbereidingen getroffen. We moeten de toestemming hebben om die studie te kunnen doen. Er moeten een heleboel ziekenhuizen bij betrokken worden. Daar kan arts straks misschien nog wat over vertellen. Maar dat is een behoorlijk complex verhaal. En dat moet goed worden voorbereid. Daarnaast moeten we ook de wetenschappelijke vragen goed stellen. Van wat voor uitkomsten willen we nou precies hebben? En wat voor vragen kunnen we dan in het vervolgonderzoek ook het beste stellen? Dus dat we daar ook een goede indicatie over krijgen, dat we het geheel ook slim aanpakken, dat we gewoon echt een stap verder komen. Daarnaast, en dat is het derde aspect, is dat we het team nog wat willen uitbreiden. Er komt veel bij kijken om zo'n klinische studie te doen. We zijn nu een klein compact team. En daar hebben we gewoon echt meer voor nodig om dat straks te kunnen doen. Dus er zijn ook al wat gesprekken met mensen die daar zeer geschikt voor zouden zijn. En die drie aspecten, dat is waar we deze financiering voor willen gebruiken. En wat ook echt cruciaal is voor de tijdslijnen. Want als we dat niet zouden hebben, dan zouden die voorbereidingen niet kunnen doen. Dus daar is het voor. Ja. En waarom nu? Want je zegt cruciaal voor de tijdslijn. Nou, zoals de meesten waarschijnlijk goed doorhebben, is het op dit moment in de ziekenhuizen ontzettend druk door COVID-19. De intensive cares, die hebben het te druk. Dus veel van de operaties die worden gepland, die worden op dit moment afgezegd. Nou, wij verwachten dat in de loop van het voorjaar, dat die extra druk op de ziekenhuizen weer af zal nemen. En dat in juni, juli, augustus er veel operaties kunnen worden gedaan. En wellicht ook inhaaloperaties. Nou, dat zou voor ons de ideale tijd zijn. Dat wij dan ook ons onderzoek zouden kunnen doen. En niet dat we zouden beginnen in oktober of november. Dat het aan het begin nog wel kan. Maar dat op een gegeven moment er weer een najaarsgolf komt. Dat zou voor heel veel mensen natuurlijk heel vervelend zijn. Maar voor zo'n onderzoek zou dat dan ook betekenen dat je meteen enorme vertraging oploopt. En dat is iets waar veel medicijnontwikkelaars op dit moment ook last van hebben. Dus die timing voor ons is wat dat betreft echt essentieel. Dus we zijn ook heel blij dat op deze manier zo zou kunnen. Oké, ja, prima, want ik heb ook al gezien dat jullie al een vervolgfinanciering voorzien in het tweede kwartaal. Dus de beleggers die eigenlijk nu intekenen, die krijgen al een mooie opwaardering van hun aandeel ten opzichte van de tweede financieringsronde. Gaan jullie dan ook opnieuw terug de kleine belegger betrekken bij die financieringsronde? Is dat voorzien? Dat wordt inderdaad voorzien. En een beetje om een idee te krijgen over om wat voor bedragen het gaat. Zo'n klinische studie, dat kost gewoon snel 1,5, 2 miljoen euro. Een beetje afhankelijk van hoe groot en wat we precies daarvan van willen. En daarbij komen de kosten in de loop van de tijd. Elke patiënt die wordt behandeld, daar komen gewoon kosten bij kijken voor de behandelend arts en alles wat daarbij komt kijken. Dus die rekeningen, daarvan weten we dat dat nu nog lang niet komt. Maar op een gegeven moment, als je zo'n studie gaat doen, dan wil je ook wel dat je die af kan ronden. En het liefst ook met de randvoorwaarden zoals je dat het liefst ziet. Dus daarvoor hebben we nog een vervolgfinanciering nodig. En we hebben het ook zo ingestoken dat bij de vervolgfinanciering, dan moet het gewoon ook nog echt aantrekkelijk zijn. Dachten we van, hoe kunnen we het dan nu dusdanig aantrekkelijk maken dat het nog extra aantrekkelijk is? En vandaar dat we nu een relatief kleinere ronde doen tegen een nog aantrekkelijke waardering. Dus wat value beleggen, is dit een mooi voorbeeld. Ja, dat klopt. Daar ben ik het volledig mee eens. Art, ik kom nog even terug bij jou. Want een belangrijk onderdeel van RIX is natuurlijk de patenten die jullie hebben. Omdat natuurlijk niemand ooit eerder aan dit systeem heeft gedacht, hebben jullie ook direct de patenten erop kunnen nemen. Kan je misschien even schetsen wat voor voordeel dat geeft aan RIX?
Ja, kijk, een patent is zeg maar de waarde binnen een farmaceutisch bedrijf. Want daarmee heb je dus alleen de rechten om iets te doen. En omdat dit zo'n gek idee is, had er dus nog nooit iemand aan gedacht. En wij hebben dus een heel breed patent. Dat betekent dat we alle lokale anesthetica, want we hadden het over lidocaïne, maar er zijn er een stuk of 20, dat we die allemaal hebben kunnen claimen voor ook alle toedieningen. Dus voor alle toepassingen, niet toedieningen, het is voor orale toediening in de maag, maar voor alle toepassingen. Dus of dat nu een eenmalige toediening is, of maanden achter elkaar, dat hebben we allemaal kunnen octrooieren. En dat betekent dus dat er gewoon niemand dat mag doen. Dus wereldwijd mag niemand hier gebruik van maken. Of ze moeten zeg maar een licentie bij Orexa nemen. Dus we hebben een volledige bescherming. Dus dat heeft enorm veel waarde als de medicijnen straks blijken te werken. Ja, dat zal wel zijn. Kan je misschien dan die waarde een beetje schetsen? Wat het is als alle studies in een alle goed afgewerkt worden, waar kunnen we dan, wat is het potentieel van Orexa dan? Als alles meevalt. Ik kan proberen het beantwoorden. Zaak kan misschien wat dingen toevoegen straks. Maar je moet dus zeg maar de post-operatieve Ilias-markt. Dat zijn honderden miljoenen per jaar. Hè, wat daar aan sales mogelijk zou zijn. Als je het hebt over kankerpatiënten of je hebt het over ouderen. Dan heb je het over langdurige toediening. Hè, want die mensen zullen het maanden nemen. Ja, dat is enorm. Dat zijn honderden miljoenen tot miljarden wat daar aan omzet mogelijk is. Dus ja, we gaan nu zoeken waar de stof het beste werkt. Het zijn allemaal hele grote indicaties. Dus in de pharma zijn het over het algemeen enorme potentiëlen. En het grote voordeel wat wij hebben is dat het is een heel eenvoudig en goedkoop medicijn. Vaak is het zo dat medicijnen heel duur zijn. En daar heb je ook de discussies over, hè, dat hele hoge prijzen. Nou, dat is hier dus helemaal niet het geval. De grondstoffen in de tablet, die zijn heel goedkoop. Wat dus betekent dat we, ook al is de prijs niet extreem hoog, dat we toch een hele hoge marge hebben. En dat het ook door heel veel mensen gebruikt zou kunnen worden. Dus het potentieel is als het werkt, is het enorm. En hoe past China in dat verhaal? Want ik heb gelezen dat China... Zou ik misschien nog hierop in mogen haken? Want de vraag was ook van wat is de rol van een patent daar nou in? Ja. Kijk, het grote voordeel van een patent is dat je exclusiviteit hebt. Dus iemand anders die mag dat dan niet doen. En dat is normaal gesproken voor een bepaalde periode. En met onze combinatie van patenten, het is niet één patent, maar we proberen echt een hele bescherming van een complete bescherming van verschillende patenten te hebben, dan hebben we gedurende 20 jaar na indiening van het patent, hebben we exclusieve rechten. En dat betekent ook, en dit is wel echt een heel belangrijk concept, dat als je de klinische studies sneller kan doen, betekent het ook dat je langer verkopen kan doen. Dus het zou best kunnen zijn dat elke maand die we nu winnen in de tijd, dat aan het eind van het traject zomaar 50 miljoen aan omzet kan schelen. Dus dat is ook het belang van die patenten en niet alleen één patent, maar te zorgen dat die bescherming echt veel breder is, zodat ook als de eerste patenten aflopen, dat we dan evengoed nog voldoende patentbescherming hebben. Ja, oké. Okay. Leuk. Ik heb ergens gelezen dat ook China bijzonder interessant is, want als wij denken aan de farma-industrie, dan denken we vooral Europa, Verenigde Staten, maar eigenlijk zou voor Orexa China eigenlijk interessanter kunnen zijn. Klopt dat? Ja, nou ja, kijk, het is heel, heel bijzonder dat wij zeg maar heel veel contacten krijgen met Chinese partijen. Er zijn heel veel bedrijven uit China die ons contacteren om te kijken of we kunnen samenwerken. Dan moet ik iets vertellen. Kijk, we lijden allemaal aan stress. Hè? Zowel in Europa en Amerika als ook in China. Maar het hele bijzondere is dat als wij hier in de westerse wereld stress hebben, dat we daar vaak angstig van worden, depressief, burn-out. Dat zijn de klachten die je in het Westen heel vaak voelt. In China heeft men eigenlijk precies dezelfde problemen, namelijk diezelfde stress. Alleen reageren Aziatische mensen met klachten in hun maag-darmkanaal.
hebben buikpijn, ze raken aan de diarree, ze zijn misselijk. Dus je ziet, het is dezelfde ziekte, maar een andere uitingswijze en een andere focus. Dus sowieso in China komen maag-darmklachten heel veel meer voor als in Europa. Nou, en ze zoeken daar dus ook medicijnen tegen. Dus op het moment toen zij hoorden dat Orexa iets doet tegen problemen in het maag-darmkanaal, toen waren ze er als de kippen bij om ons te contacteren. Dat is één. Vervolgens is het natuurlijk ook nog zo dat wij ook kijken naar de behandeling van oudere mensen. Hè? Dus oudere mensen die te weinig eten, die kunnen met het medicijn van Orexa eigenlijk aansterken. Nou ja, China heeft een hele sterk verouderende populatie. Dus ook daar is heel veel interesse. Nou, de Chinese markt is natuurlijk enorm. Er zijn enorm veel Chinezen die deze problematiek hebben. En het interessante is dat Chinese bedrijven over het algemeen alleen maar geïnteresseerd zijn in de Chinese markt. Dus die willen heel graag, zeg maar, een licentie op onze patenten of op onze uitvindingen hebben. Maar dan alleen om te ontwikkelen in China. Dus wat je je kan voorstellen is dat we dus op een gegeven moment partneren met een Chinese partij. Dat die, zeg maar, de stof ontwikkelt in China en het ook in China op de markt brengt. Wij krijgen daar een deel van. Maar wij kunnen gewoon als Orexa in Amerika en Europa verder. Dus het is een prachtige fit. En het fit fantastisch in China. Ja, dat blijkt ook wel uit alle interesses die we krijgen. En bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade, die is daarbij betrokken om die contacten te leggen. Dus een hele hoop partijen zien dat heel mooi zou kunnen passen. Oké, dus puzzelstukjes vallen stilletjes aan in elkaar. Ja. En kan China als groeimotor dienen zelfs voor de rest van de wereld eigenlijk. Ja, klopt. Oké. Kan ik eventjes terug naar Sake, want ja, met het opgehaalde geld wil de belegger natuurlijk ook weten hoe dat Orexa daarmee omgaat en wat dat het vervolg daarvan gaat zijn. Dus je had er eerder al uitgelegd dat wat je met de eerste instantie met dit opgehaalde geld gaat doen. Maar blijkbaar is ook altijd geïnteresseerd in de toekomst. Stel als de studies positief blijven evolueren, dan gaan we nog vervolgstudies, zeker een fase 2b en eventueel fase 3 verder in de toekomst. Maar ik heb begrepen dat daarvoor jullie liefst toch een partner aan boord hebben. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wij zijn een relatief klein bedrijf en we zijn ook, ja, onze toegevoegde waarde, dat zit vooral in het ontdekken en ook om uit te zoeken van wat er nou precies werkt. Als je echt die grootschalige studies gaat doen, nou, ten eerste kost het gewoon echt een stuk meer geld. Dus dat past ook beter bij grote bedrijven. En qua organisatie is daar gewoon ook echt veel meer voor nodig. En het derde aspect is dat het relatief wat saaier is. Nu, bij een fase 2a onderzoek, dan is het ook echt spannend van, nou, wat werkt er precies? Waar kunnen we het beste op richten? Welke vragen kunnen we het beste stellen? En als dat in deze fase duidelijk positief wordt, en we ook een indicatie hebben van, nou, als we dat onder een grotere groep gaan testen met deze hoeveelheid werkzame stof, nou, dan zou het moeten werken. Dat zou het mooiste zijn als we dat voor elkaar krijgen. Maar het is, zeg maar, waar de krachten van de grotere farmabedrijven of mid-pharma, en dan moet je denken aan bedrijven met een waardering van een miljard of meer euro, ja, die zijn gewoon goed in dat stuk. Wij zijn beter in het eerste stuk. Dus ja, het zou hartstikke mooi zijn als dat op zo'n manier zou kunnen. Dat gezegd hebbende, denk ik dat we ook uit moeten gaan van kracht, dat als studies gewoon goed gaan, dat we dan wel moeten voorbereiden van, nou, hè, of het lukt om een geschikte partner te vinden, of het lukt niet. En als het niet lukt, dat wij ons als bedrijf dan aanpassen, dat we wel die vervolgstappen zetten en die waarde creëren. Dus dat is zeg maar het grote plaatje. En ja, het mooiste zou zijn als nog voordat de fase 2a klaar is, dat we dan al een deal zouden kunnen sluiten. Maar wat vaak bij die grotere bedrijven is, die zeggen vaak van, nou ja, laat maar wat klinische data zien. Laat maar zien dat er een indicatie is dat het werkt. En ja, als we inderdaad goede resultaten uit een 2a-studie hebben, dan denken wij ook dat er een goede kans is, ook gezien het marktpotentieel, dat we een geschikte deal kunnen sluiten. Daarbij, ik heb een paar keer gezegd geschikte deal.
Kijk, er zijn misschien best wel meer partijen die geïnteresseerd zijn. Maar wij moeten ook echt kijken van, nou, vanuit de toekomst. Kan een betreffend bedrijf ook zo'n markt goed toedienen? Dus dat geldt bijvoorbeeld voor de Chinese markt. Van ja, als ze maar in een deel van China zitten en daar wel verkoopkanalen hebben en in de rest van China niet, ja, is dat dan wel een geschikte partij? Of kan je dan beter een partij met een bewezen verkoopkanaal hebben, waarvan je ook weet, van, nou, als je die stap gaat zetten, dat je dan uiteindelijk ook meer patiënten kan bereiken. Dus daar komen best wel wat facetten bij kijken. En ja, wat dat betreft gaan wij liever voor een kwalitatief goede, geschikte partner voor echt een lange termijn samenwerking. Dat is altijd leuk om te horen. Beleggers willen altijd snel geld, maar eigenlijk is de grootste rendementen worden toch altijd behaald als je een beetje geduld hebt. Dus daar past dat plaatje perfect bij. Ja, ik heb eigenlijk denk ik het belangrijkste over Rix ondertussen al wel weten. Kunnen jullie misschien nog altijd een kort even uitleggen waarom dat jullie vinden dat onze lezers eigenlijk moeten participeren in Orexa? Ja, misschien zal ik beginnen. En dan herinner ik me het moment dat die gekke ratten, die bemeelwormen, gaven meer gingen eten. Ik heb dus 20 jaar in een farmaceutisch bedrijf gewerkt. Heb veel stoffen gezien, maar zoiets had ik nog nooit gezien. Zo'n effect, was zo verbazingwekkend, zo vreemd. En toen we op een gegeven moment tot de conclusie kwamen dat we ook die patenten konden krijgen. Dit kan zo interessant en zo groot zijn. Ja, ik ben daar super enthousiast over. Maar misschien blijkt dat ook wel een beetje uit de manier waarop ik het vertel. Dat hoort erbij, hè? Dat is, ja. Hoe enthousiaster het management met realistische doelstellingen, des te beter eigenlijk de investering. Weet ik uit ervaring. Nou, en dan wil ik daarop wel aanvullen vanuit, ik ben zelf ook belegger en ik kijk ook naar de getallen die erachter zitten. En wat ik gewoon echt interessant vind aan Orexa is het marktpotentieel en wat het uiteindelijk op kan brengen aan de ene kant, ten opzichte van de relatief beperkte ontwikkelingskosten. Bij de meeste medicijnen, als dat echt om nieuwe stoffen gaat, dan kost dat echt honderden miljoenen, soms zelfs meer dan 1 miljard aan ontwikkelingskosten. En dat zal bij Orexa, omdat er al zo ontzettend veel bekend is van de werkzame stof, zal dat heel veel lager zijn. Dus die verhouding tussen aan de ene kant het hoge marktpotentieel en de lage investeringen die we daarvoor moeten doen, relatief gezien. En nou, gezien de resultaten ook de redelijke kans dat het inderdaad gaat lukken. We weten het nog niet zeker, daarom gaan we die studies ook doen. Maar die facetten bij elkaar, dat maakt het gewoon voor een belegger ook interessant. En zeker met de huidige lage aantrekkelijke waardering nu, is de kans dat we de komende rondes ook steeds een stapje omhoog kunnen gaan qua waardering ook heel groot. En dat is ook waarom ik het zo op deze manier heb ingezet. Ja, dus ideale risk-reward belegging om mee te starten. Oké, prima. Tim, heb jij misschien nog vragen? De uitleg was al zeer duidelijk en interessant. Dus, Inderdaad, ik denk dat alles duidelijk is, dus dat we hier gaan kunnen afronden. Bedankt voor jullie uitvoerige uitleg, Art en Zaken. En nog veel succes toegewenst bij deze kapitaalronde. En ook bedankt, Ronald, uiteindelijk voor de diepgaande vragen. En wat betreft jullie, beste kijkers en luisteraars, ben je geïnteresseerd in deze uitzonderlijke opportuniteit? Surf dan zeker en vast naar orexa.nl en je kan daar alle details nog eens rustig doorlezen en je vindt er ook enkele nuttige documenten. Te lang zou ik er echter niet mee wachten, want beleggers tonen na 1 week al voor zijn 50% van het beoogde budget concrete interesse. Dus met andere woorden, dit gaat zeer snel, mensen. Inschrijven is de boodschap. Ik wens jullie verder nog een prettige dag toe en tot de volgende podcast. Bye. Valuejagers podcast. Te beluisteren via de 3 grootste podcastplatformen ter wereld. YouTube, Spotify en iTunes.